een van de eerste herinneringen aan de sportschool, dat ik me nog echt kan herinneren, dat is eigenlijk grappig, want dat is het 10-jarig bestaan. Toen mocht ik als kind al een beetje helpen met natuurlijk drankjes rondbrengen en dergelijke. En de sportschool is ook een hartstikke leuk gebouw, omdat het kruip door sluip door is. Dus voor kinderen was dat toen ook fantastisch, want dan kon ik lekker rondrennen en doen. En daarnaast gingen we eigenlijk altijd, als er visite was van familie, gingen we ook altijd zwemmen met neefjes en nichtjes in het zwembad. En zodoende ben ik eigenlijk helemaal opgegroeid in de sportschool. Was je ook sportief? Ja. Ik moest natuurlijk wel een beetje van mijn vader, ook natuurlijk judo, daar ontkom je niet aan. Ik vind fitness erg leuk om te doen. En daarnaast heb ik mijn leven lang in het zwembad gelegen. En ik heb ook nog hier in Nijkerk, in Bad Bloemendaal, ook altijd of 's morgens nog gezwommen of bij Flevo gezwommen. Dus ik heb ook altijd iets met zwemmen gehad. En zwemmen, dat heb ik altijd leuk gevonden. Je bent ook eigenaar van de sportschool nu. Dat geeft heel veel verantwoordelijkheid. Kan je dat aan? Naarmate je verder komt in het bedrijf, leer je steeds meer dingen. En dan lijkt het wel of de verantwoordelijkheid neemt niet toe, maar je lijkt hem wel meer te voelen. Dus ook het feit dat je gewoon je verantwoordelijkheid hebt, ook naar je medewerkers toe, naar de mensen die hier sporten, nu met het 40-jarig bestaan ook. Dat je ook ziet dat mensen al 25 jaar, 30 jaar, sommigen zelfs al 40 jaar bij ons sporten. Dat is een deel van hun leven geworden. En voorheen waren dingen voor mij denk ik wat meer vanzelfsprekend en nu is het bewuster. Dus als je dat op die manier beschouwt als verantwoordelijkheid, dan denk ik dat je verantwoordelijker geworden bent en dat ook meer voelt nu. Had 40 jaar geleden ben je een sportschool begonnen in Nijkerk. Waarom? Ik wilde dolgraag judo les geven. En de droom van elke judoleraar is om dat in een eigen pand te doen. En toen ik dan ook de kans kreeg om in Nijkerk dat over te nemen van Gooster Scheggert. En toen ben ik hier les gaan geven als jonge, enthousiaste, net vader, 14-jarige vader. En toen begon ik hier met mijn vrouw en we hebben daar ontzettend hard gewerkt. Wat was de indruk van de Nijkerkers? Nou, het was een heel warm welkom en de eerste kennismaking met de Nijkerkers was eigenlijk met de bank. Ik had met Gooster Scheggert afgesproken dat ik zou een bepaald bedrag betalen. En ik leende van mijn vader wat, maar kwam nog 10.000 gulden tekort. Dus ik heel dapper naar de Algemene Bank hier en daar zat meneer Den Hoed als bankdirecteur. En ik vertelde dat ik atrebel was en judoleraar was en dat ik verder niks had. En toen zegt hij, ja maar judoleraar, geef je nou jongetjes van 6 en 8 jaar les? Ik zei, ja. Hij zei, nou dan heb je 2 nieuwe leerlingen vandaag. En die 10.000 gulden is helemaal geen probleem, we doen gewoon een krediet maken we ervan. En dat was mijn eerste kennismaking. Ik voelde me geweldig welkom in Nijkerk. En ook de Nijkerkers die vooral veel vrienden meenamen naar mijn sportschool. En dat ging eigenlijk heel erg goed. Vooral de gymnastiek op muziek geven, dat was hier heel revolutionair. En dat werd heel gezellig. Hoe lang heb je in dit pand gezeten? Een jaar of 4, 5 en toen groeiden we echt uit onze voegen. Toen was het te klein en toen kwam de mogelijkheid om in de Van Delenstraat te gaan. En toen hebben we dat gekocht en zijn we daar verder gegaan. Tien jaar geleden ben je ermee gestopt. Toen heb je het overgedragen aan je zoon Roald. Hoe was dat voor je? Eerst wel bevrijdend. Hè. Als je dat dan 30 jaar gedaan hebt, dan is dat best wel bevrijdend. Gelukkig, ik heb die zorgen niet meer. En die mag hij nu nemen. In het begin deden we ook nog heel veel samen. Zo langzamerhand trok ik me toch wel terug. Daarna werd het toch wel heel erg moeilijk, omdat je zo graag ermee wil bemoeien. Het is je kindje, hè, wat je graag verder uit wil bouwen. Maar op een gegeven moment zijn we er toch heel goed eens geworden dat Roald doet het op zijn manier. En dan moet hij de kans hebben om dat op zijn manier te doen. En dan de zorgen, vaak stort hij zijn hart uit en dan vertelt hij zijn zorgen. En dan denk ik eigenlijk, en dan vraagt hij advies of wat dan ook. En dan geef ik advies en dan denk ik gelukkig, ik heb dat allemaal niet meer. Nadat ik van mijn vader heb overgenomen, heb ik allerlei veranderingen doorgevoerd. Vooral wat toen ook heel erg upcoming was met puur het fitness. Je had al wel bodybuilding, maar echt puur fitness en dan ook individueel. Dat was iets van 15 jaar geleden. En toen ben ik
fitnesscentrum, apart fitnesscentrum ook begonnen, waar echt puur gericht op fitness. Ja, en dat hebben we nu dan weer hier geïntegreerd waar we eigenlijk nu zitten. Ja, verder heb ik natuurlijk 2 jaar geleden heb ik hier de hele sportschool verbouwd. Ja, mijn ouders waren begonnen met de sportschool. Elke keer waar ze eerst weer wat verdiend hadden, hebben ze weer een beetje bijgebouwd. En ja, daardoor was het gebouw toch wel een beetje kruip door sluip door geworden. En wat ik met deze verbouwing nu heb willen doen, is dat we zeggen van nou, we maken de meeste muren slopen eruit. En zoveel als mogelijk maken we het allemaal open. En we hebben het nu ook zoveel mogelijk glas erin zitten, zodat het allemaal heel open en ruimtelijk is. Dat we ook een grote trap naar boven hebben. Dat was allemaal een heel klein trapje waar maar 1 persoon kon. Dat we hebben gezegd van nou, we maken er een modern centrum van, wat open is en makkelijker toegankelijk. Corrie, wat betekent het voor jou dat deze sportschool al 40 jaar bestaat? Ja, natuurlijk is het voor mij heel erg bijzonder, want ik ben er vanaf het begin af aan ben ik er al mee geweest. Heb ik al meegedaan en hard werken. En mijn man die was dus toen de tijd, ging nog naar Hilversum en dan ging ik alleen naar de sportschool. Dus het is 40 jaar geleden best wel zwaar geweest. Op een gegeven moment is het zwembad dus gekomen. Nou ja, cursus gedaan. En zo is het eigenlijk gekomen dat ik aan het zwemmen ben gaan leren lesgeven. En zwemlesgeven doe je nog steeds? En het lesgeven doe ik nog steeds, ja. Ja. En ik vind het ook heerlijk om het te doen. Want al die kinderen, als je dat ook ziet, het is gewoon leuk. En ook als ze het gedaan hebben, dan heb je tjaka van hartstikke leuk dat ze het doen voor je. Ik geef nog 8 uur les op deze sportschool en ik doe dat met heel veel plezier. Er zijn leden bij die dus in de tijd bij Gooster Scheggert er al waren, die ik mee overgenomen heb, die er nog steeds zijn. En die nog steeds wekelijks les bij mij komen nemen. En ja, zo ook bij judo. Hè. Er zijn dus judo'ers bij die al meer dan 35 jaar les van mij hebben. En daar ben ik apetrots op. Je vader en moeder die geven hier nog steeds les. Hoe is dat voor jou om dat te zien? Ja, leuk. Ik ben niet anders gewend eigenlijk als dat mijn ouders altijd natuurlijk meewerken. Of andersom, dat ik met hun meewerkte. Dus de hele sportschool, of het gezin draaide altijd om de sportschool. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Mijn moeder geeft nog steeds zwemlessen. Mijn vader geeft nog steeds judolessen en nog wat bewegen op muzieklessen. Ik zelf geef natuurlijk de fitnesslessen, de aquarobic lessen. Ik was me daar nooit zo bewust van. Maar ik zie natuurlijk mijn ouders gewoon wekelijks nog. Wat natuurlijk gewoon hartstikke leuk is, dat je elke week nog contact hebt met je ouders. En je ziet toch wanneer je bij andere vrienden, dat wanneer ze ouder worden, ja, dan is het 1 keer in de week of misschien 1 keer in de maand nog even bij de ouders langs. Ja, en dat ken ik niet. Voor mij is dat mijn vader en mijn moeder zo dicht bij mij zijn, dat is voor mij vanzelfsprekend. Wat is je mooiste herinnering aan je sportschool? De mooiste herinnering is dat toen ik 7e dan werd, dat is best wel een hele hoge promotie, de judobond die bevorderde mij tot 7e dan. En toen hadden ze als surprise dat ze alle zwarte banden uit het verleden, dus waar je toch wel een langere band mee hebt, hè, want zo'n zwarte band dat doe je toch wel vrij lang voordat je dat behaald hebt. En al die zwarte banden die allemaal uitgevlogen waren naar de hele wereld. En die waren hier en die brachten een ode aan mij. Dat was heel leuk, hoor. Mijn hoogtepunten zijn er eigenlijk natuurlijk wel meer geweest. Ik vond het erg leuk toen we op de Vrijheidslaan het fitnesscentrum geopend hadden. Want dat was echt iets van mezelf. En dat vind ik wel heel mooi om te zien. En toen de 2e keer dat we hier de opening hadden na de verbouwing. Als je dan die opening hebt, ja, dan sta je daar met alle medewerkers en met iedereen. En dan ben je natuurlijk gewoon hartstikke trots dat je er gewoon weer wat moois van gemaakt hebt. Wij zijn een echte familiesportschool. Ten eerste natuurlijk omdat het van de ene generatie op de andere generatie is gegaan. Als iemand op een gegeven moment ziek is, dan wordt er eigenlijk met de hele groep alweer een kaartje gestuurd. Of wij sturen een kaartje. En in sommige gevallen gaan we zelfs langs, een beetje afhankelijk van wat het is. Maar dat persoonlijk contact is bij ons op de sportschool
ten eerste belangrijk, vinden we. Maar daarnaast gaat het ook eigenlijk vanzelf. Want je wil ook echt weten hoe het met iemand gaat. Dus als iemand een aantal lessen niet geweest is, denk je, hey, Miepje, waar was ze? Of Pietje, die hebben we nu een tijdje niet gezien. Hoe is het eigenlijk met hem? En ja, dat ademt eigenlijk de hele sportschool ook uit. Gewoon familiesportschool. Het is gezellig, gezond en gemoedelijk, zeggen wij altijd. Iedereen moet zich hier ook thuis voelen. En iedereen geldt ook echt van jong tot oud. Zo in zijn neus, hè? En dan meenemen, hè?